Het is zover, de boosterbox gaat open van Pokémon Sword and Shield Silver Tempest. Hij is nu nog gesealed, maar we gaan hem lekker openkraken. En 2 dagen geleden heb ik al een Trainer Elite box opengemaakt. Ik wil ook weer niet te veel spoilen, maar... Die video moet je maar eventjes checken als je wilt zien wat ik daar heb gepoeld. Kijk eens aan, openmaken die hap. En kijk eens even hoeveel packs we gaan openmaken deze video. Dit is trouwens de God Pack. En de God Pack leggen we apart. Die was als allerlaatste, want hier zit wat goeds in. En de reden waarom we zoveel packs kunnen openmaken in deze video is natuurlijk... Oeh, deze is leuk! Niet omdat deze leuk is, maar omdat ik deze kaart allemaal heb gekregen van mijn grote vrienden van Flashcards. En daar wil ik ze ongelooflijk voor bedanken. Ik heb deze boosterbox en natuurlijk de Elite Trainerbox van de vorige video van hun gekregen om voor jullie open te maken. Dus zeker eventjes wat liefde voor hun in de comments alsjeblieft. Want zonder hun had ik deze video's niet kunnen uploaden. En daarom gaan we ook meteen wat goed spoelen. Oeh, we poelen echt wat goed! Magearna V. We beginnen lekker spits afbijten. Let's go! We poelen meteen een goed fietje. Dat is heel nice. En aangezien we zo lekker gaan, was het trouwens ook helemaal de greenscreen vergeten. Maar dat kan natuurlijk gewoon gebeuren, joh. Een amateur? Nee. Ik ben een professionele YouTuber. Hé, die is leuk. Halucha, die hadden we nog niet gezien. Oh, deze hebben we ook nog niet gezien. Rallycalf. Nice. Een Sandy Guest, die had ik ook nog niet gezien. Een Fungus heb ik ook nog niet gezien. Ik heb zoveel dubbelen gezien. En deze zijn allemaal bijna nieuw. En we packen geen... We gaan trouwens ook ergens in deze video gaan we een mega pack doen. Dat betekent dat we 4 packs tegelijkertijd open gaan maken. Trouwens, een V-Start betekent sowieso dat er wat goeds in gaat zitten. 100%. Dus zeker weten de video blijven kijken voor die mega pack. Dat gaat waarschijnlijk ergens in het midden van de video gebeuren. Misschien aan het einde van de video. Dat weet je niet. Je moet gewoon blijven kijken. Trouwens, een Drowsy. Hartstikke leuk. Een Vulpixje weer. Een Rufflet. We hebben een Ferroseed in reverse. En... Oeh, de V-Star. Ja. Nee, ik ben wel een klein beetje gespoild. Deze heb ik gezien op het internet. De Uno V-Start. Ik ben vrijwel niet gespoild voor deze set op de alt-art van Lugiana. En deze heb ik ook gezien. En hij is heel nice. Ik vind hem heel nice. Ik was ook gewoon compleet vergeten dat hij in de set zat. Dus dat is echt heel chill. Dankjewel. Waterenergie. Het meisje is weer terug. Dan van, jazeker, van de nieuwste game van Sword and Shield. Nee, natuurlijk niet Sword and Shield. Die laten we lekker achter ons naar deze set. Zover ik weet was dit de laatste set, toch? Die ze van Sword & Shield gingen doen. Of was hierna dat er nog een set kwam? Er kwam nog iets van een Charizard set uit of zo. In ieder geval zo'n soort tussenset. Ik heb in ieder geval geen idee. Ik had in ieder geval gehoord dat dit de laatste set was van Sword & Shield. De grote set. En dat we daarna met de nieuwe gaan beginnen. Oeh, deze uit de Uno is heel mooi. Nou ben ik ook wel benieuwd naar die Moltres en die Zapdos. En we gaan weer wat goed spoelen. Want we hebben zo'n V-Star. Oh, deze is ook nieuw. Die is heel nice. Maar, wat ik dus wil zeggen, ook trouwens nieuwe kaart. Is dat ik ook nog niet gespoiled ben voor de nieuwste Pokémon game. Dat was leuk, Spinarak. Dus alle Pokémons die nog niet gereveeld zijn, volgens de officiële Pokémon social media's. De game is volledig gelekt. Dus je kan alle Pokémons in principe al zien. Maar ik ben nog niet gespoild, dus dat vind ik hartstikke nice. En geen 4 hebben vind ik minder nice. En ik denk, aangezien je al zover in deze video zit, dat je waarschijnlijk de Elite Trainerbox ook al hebt gezien. Dus ik kan het nu wel spoilen. Als je die nog niet hebt gezien, moet je dat nu gaan doen. Want ik ga spoilen dat ik natuurlijk zo'n lekkere Radiant Alakazam heb gepakt. En ik zit trouwens volledig een randje. Echt amateuristisch van mij. Deze Litten is heel cute. Maar ik hoop dat ik nog een Radiant ga pakken. En uiteindelijk na deze video ga ik natuurlijk alle kaarten eventjes bekijken. Deze Stratini is ook cute. Oh, en deze Golbat is ook heel cute. Maar wat gaan we pakken? Oh! Een Forward Lugia, let's go! Het is niet de Alt-Art. Die had ik heel graag gewild. Maar deze is ook echt heel nice. Zo'n lekkere Lugia V, baby! Ik word er toch eigenlijk altijd wel vrolijk van nieuwe kaarten die ik hier zie. Maar eigenlijk ook altijd als er een nieuwe set uit is, weet je wel. Ik vind het altijd gewoon zo mooi. Gewoon nieuwe kaartjes, zoals deze Glalie. Gewoon even lekker die kaartjes langs je vingers glippen. Even je vette chipsvingers er langs halen. Om ze vervolgens lekker te sleeven. Oh, een holo. Let's go. Weet je wat het is? Ik voel eigenlijk al een megapack. Weet je? We zitten nog best wel vers in de video. En we gaan al heel erg lekker. Wilmer trouwens een nieuwe. En Klink ook. Maar ik voel gewoon dat we even zo'n lekkere megapack moeten gaan doen. Dus ga ik hier nou ook gewoon doen. Na deze pack doen we een megapack. En misschien later deze video doen we nog een megapack. We hebben een beltoy en een... Oh my god. Bro. Hallo. Lugia V-Star Gold Card. Hallo. Holy shit. Welke vind ik vetter? De gouden kaart of de alt-art kaart? Nou. Wel mooi dat ik nu al 2 Lugia's heb gepakt. Ik heb de full art en ik heb de gold card. Heel vet, eerlijk. Een golden card. Ja, kijk hoe mooi die shine. Oh, heel vet. Ja, geef paard niet de weg kijken. Heel sick dit. Heel nice. Dat is 1. En dat is 2. Nummer 3. En nummer 4. Dames en heren, jongens en meisjes. Mega pack, baby. We gaan zien hoeveel pools we hebben. Minimaal 1. Maar we gaan er voor 2 natuurlijk. Dus dan kunnen we lekker in één keer doorgaan met alles. Ja, dit is lekker. Ik voel zo'n mega pack wel. En dan later de video nog een mega pack. Er zijn trouwens 4 packs. Een Zubat die is nieuw. We hebben deze ook nieuw. Oh, Croagunk is ook nieuw. Hij heeft wel een beetje een gek hoofd bij deze. Ralts Absolute Cutie, onze eerste reverse. En we hebben een Arcanine. Ook heel vet. Heel vet zelfs. Al gek dat we de normale Arcanine doen in plaats van de Ocean version. Maar hey, dat is helemaal prima. Hypno. Fennekin. We hebben een Rufflet. Litten, die heel erg bang is natuurlijk. Snap ik wel. Natuurlijk om die vette packs die wij gaan packen. Stunt, Fisk in reverse. En dan packen we als eerst Among Us. That's kind of sushibaka. Maar nog geen hits. We hebben nog 2 packs te gaan. Die bestaan. Nog 2 packs uit deze mega pack. Ja hoor! Drugcloak, de evaluatie van Drampie was het. We moeten alleen de allerlaatste evaluatie nog van deze hebben. Deze is ook weer nieuw. Er komen wel veel nieuwe kaarten tegen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ondanks dat we nog geen heavy hitters hebben hieruit. We hebben een Noibat. We hebben... Dat meen je niet! I mean, het is een hit, maar... Een dubbele hit. Nogmaals, spoilers, maar deze hebben we dus ook al gepakt in de vorige video. En dat vind ik wel jammer eigenlijk. Ja, ik ga eerlijk zeggen, dit is ook weer niks. Er zijn zoveel nieuwe kaarten. Hé, 4-star, daar moet wat in zitten. En dan pak ik gewoon dubbel. En dat vind ik gewoon ongelooflijk jammer. Hé, de Denne. Die is leuk. Die is leuk. Die is ook weer nieuw. Dan hebben we nog een Drowsy. Kom op, geef me nog even 1 hit. We hebben op zijn minst 2 hits gehad. En geen dubbele in ieder geval. En ik heb pech. Nou, dan gaan we maar meteen door naar normale packies. Want ja, en zo'n dubbele telt die trouwens. Nieuwe kaarten krijgen we hier, dat is wel nice. Maar ja, weet je, vind het toch wel een beetje jammer. Weet je, dan doe je zo'n gold pack, dan denk je hype, weet je wel. Ergens moet dan iets goeds in zitten. En dan pak je het in een random normale pack. Weer een Radiant. Dan hadden ze zulke vette Radiants. Hè? De Pokémon Go set. En van Lost Origins zaten hele goede shinies tussen. En ik moet wel zeggen, Alakazam is hartstikke leuk. Maar deze ja, zijn wel betere Radiants geweest. En dat is allerlaatste card ervoor. Dan ga je toch een beetje gretig doen, hè. Dan ga je toch een beetje gretig doen. Oeh, Ninetales. Die is heel vet. Holy damn. Die is heel dope. Stratini blijft een cutie natuurlijk. Wilmer ook. Maar ja, dan, ja, er zijn zulke vette shinies. En dan kiezen ze Pokémon uit die dan weer iets minder bijzonder zijn. En kijk eens aan. Deze hebben we nu compleet. Dat is geen verhaaltje wat ik dacht. Nou, behalve qua tekst hier. Maar een nice holo. En dan gaan we weer verder met de vuur. Ninetales weer. Kleedeltje. Hypno. Oh, daar is Ponyta weer voor Roos. Roos Jansen. Die is voor jou. Pikachu. Die is voor Enzo natuurlijk. Ja. Chinchou. Oh, reverse. En een Talonflame. En dan gaan we weer verder met de Fire Energy. Een nieuwe trainer. En nog een nieuwe Pokémon. Dat je nog zo... ver bent en dan zie je nog steeds nieuwe common Pokémon's. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Je hebt nog steeds een gek hoofd. Dat ga ik ook gewoon nog steeds erbij zeggen. We hebben een Frostlass met de trainer erbij. Die we net ook hebben gepakt. En als allerlaatste hebben we een niet-holo. Helaas. We hebben echt nog zo ongelooflijk veel kaarten te gaan, joh. Dat is echt nice. Dat gaat helemaal goed komen. Pikachu weer. Dat blijft echt een van de beste Pikachu-kaarten. Ga ik nog steeds zeggen. En ik meen het ook. Ponyta voor Roos Jansen. En als laatste weer Frostlass. Maar gaan we überhaupt in deze video... Ja, de Lugia is natuurlijk heel moeilijk te hitten. De alt-art ervan. Maar... Oh, trouwens weer een nieuwe. Maar gaan we bovendien nog een andere alt-art poelen desnoods. Dat wil ik wel. En het mooie is, ik weet niet welke erin zit in deze set. Dus dat blijft een verrassing. En we gaan poelen. Oeh, weer een V-Star. Let's go, Reggie Draco. Dat is een lekker V-Startje om te hebben. Jazeker, dankjewel. Boom. Oeh, wat gaat het goed. Oeh, wat nice. Daar moet trouwens ook de evaluatie nog hebben. Een Dragonite. We hebben een Jinx, die is ook nieuw. En Klink, en Klank, en Klinky Klonk. Die hebben we ook allemaal nog niet, behalve die dan. Dan hebben we een... Oeh! Oké, ik neem het compleet terug wat ik zei over die Radiant kaarten. Jirachi is een perfecte Radiant kaart om uit te kiezen. Echt een S-tier shiny. Verandert misschien niet heel veel, maar wat het verandert, dat is gewoon hartstikke nice. En als allerlaatste, ja, boeien gaast. Heel nice dit. Rats, we hebben weer een nieuw kaartje. Lekker fossieltje, een Mr. Fuss. Ja toch. Ja, Vampy. En Sunkern. Bro, een back-to-back poelen we. Wat is deze vet? Dit is een reverse slot. Dit is een character rare. Natuurlijk met mee. Oh, Gigantamax. Dynamax, want Gigantamax is dan weer een andere soort. Maar een Dynamax Blaziken! Ja hoor! Zilver. Die is heel dope. En als allerlaatste. Ja, doei! Bedankt en heel ziek. En vergeet trouwens niet, we hebben natuurlijk op het einde onze goldpack nog. Daar zit 100 miljoen % zit altijd wat in. En we gaan nog ergens in deze video nog een megapack doen. Dus dan gaan we 4 packs openmaken. Allemaal tegelijkertijd achter elkaar. Dan houden we het spannend en ook lekker snel. En ik ben gewoon benieuwd wat we dan gaan krijgen. Meteen. En oh, wat? Hallo, een Vulpix V? Waarom is deze een V? Dan zou ik meer verwacht dat Ninetales een V zou zijn. Maar hey... niet zo'n hele sterke kaart, maar hij kan gratis aanvallen als de opponent ook een V-kaart is. Dus misschien een hele sterke starter Pokémon mee te beginnen. The Grass. Galeli is er weer bij. De Trainer. Rocco. Rock Dupider. Meditite. Chinchou. Dratini. Espertje. Een Halucha. En een Crocodile. En Holo. En ook gewoon weer een bak tekst. Oh, deze kaart heb ik op de kop. Weet je? We doen een op de kop pack. En meteen hebben we ook een nieuwe kaart. Dus sorry daarvoor. We hebben een op de kop pack. Heus niet omdat ik het gewoon eventjes verkeerd heb gedaan. Oké, laat me met rust. Geniet gewoon een keertje van een op de kop pack. Die moet je ook gewoon waarderen ook, hè. Ik stem mezelf gewoon nog steeds recht. Dus dan moet je maar gewoon kijken of je mij recht wil hebben. Of de kaarten. En... oh, een holo! Nou, een op de kop holo. Heel nice. En ik begin weer gretig te worden. Ik vind dat we weer wat mogen pakken. Ik heb deze trouwens in Rainbow. Ja, doei. Dat kan ik gewoon zeggen. Want die heb ik ook. Dan hebben we hier de Fletchling, Vampy. We hebben het Zandkasteel en een Armaldo. En ik ga het alvast zeggen, na deze pack gaan we zo'n heerlijke megapack doen. Van wel 4 pakketjes en ik zie een randje. Oh mijn god. Dat stopt met spoilerlink. Oké, we gaan dus hier wat in pack. Heel nice. En daarna nog een megapack. Nou, dan gaan we heel veel packen tegelijkertijd, denk ik. De vorige megapack was namelijk niet zo bijzonder. Maar deze is... oeh! Reggie Eliki. Een V-kaart. Heel nice. Dat hebben ze allebei. Of in ieder geval, die andere hebben we een V-star. Maar heel nice. Dat is 1. Dat is 2. En 3. En 4 als laatste. Megapack, baby. We gaan een poging doen zonder spoilers. Dat zou ik heel sick vinden ook. En we gaan gewoon meteen beginnen, joh. 4 packs. We gaan weer voor ons doel om minimaal 2 goede pools te hebben. En als dat niet gebeurt... juist als dat niet gebeurt, dan ga ik geen enkele pack meer openmaken. Ga ik alles wat hier nog ligt, alle packs die nog open moet maken, ga ik gewoon mee stoppen. Hou toch op, bro. Ik heb een gevoel dat het doorgaat packen als het zo doorgaat. De allereerste pool, mijn Lotic. Oeh, die is heel nice. Een hele mooie character rare. En een mindere op de rare spot. Maar dat maakt niet uit. We hebben al een pool. En we hebben nog 3 packs te gaan. Ja toch. Als we nog minimaal 1 pool hebben, dan gaan we gewoon door met de video. Dan gaan we gewoon lekker door. Niks aan het handje. En wat krijgen we? Working in reverse. Trouwens, ik zie nu pas dat het een vrouwtje is. Dat had ik helemaal niet door toen hij op de kop was. En dan gaan we bezig met de 3e pack. Moet wel beginnen wat in te komen. Hier trouwens Morpeko. Ook met de Pikachu clones ernaast. Heel erg schattig. Capturing Aroma. Ook nieuw. Deze ook weer nieuw. Nou, deze pack zit vol met nieuwe kaarten. Dat vind ik nou weer leuk, schattig en lief. En dan pakken we een roodtompje in de reverse slot. Die komt voor mij hierna. Een Dawn van reverse. En dat is al de laatste... let's go! Blijf door met packen natuurlijk. Een Reshiram V-kaart. Heel erg nice. Dan hebben we 2 pools minimaal in onze megapack. Maar gaan we gretig zijn? En gaan we voor die 3 pools? Het kan ook nog 4 pools zijn als we nog een character rare hebben. En nog een V-kaart. Dus we kunnen nog voor de 4 gaan. Waarschijnlijk niet. Nou, er kan nog maximaal hier eentje achter zitten. En dat zit er niet van, holo. En we hebben nog wel een aantal packjes te gaan. Maar we zijn wel dicht bij het einde. En Willord, jou miste ik nog inderdaad. Die had ik nog helemaal niet gezien. Dus ik wil op zijn minst nog echt 2 bangerkaarten hebben minimaal eigenlijk. Echt 2 dat je denkt van, wauw. Maar dit is een holo, dus minder wauw. En dat gaan we krijgen, want we hebben een V-star. En dat betekent altijd iets goed. Ik wil gewoon even weer, ik wil weer zo'n oh my god moment hebben. Dus kom maar door met die oh my god moment. Een Dreepy en helaas. En we hebben een Klang. Voor mij is dit de eerste keer dat ik die zie. En we hebben ook een Claylol. Claydol, waarom zeg ik Claylol? Lololololol. Fungus. Hoe heet zijn evaluatie ook weer? Laat het weten in de comments. En dan hebben we weer die gekke piemelhoofd van hem. Een Lopunny en Incineroar. Die misten we nog. Hij is lekker tukje aan het doen. Energietje. Venomoth. Ja. Jinx is er weer. Ik vind deze echt heel erg raar. Litten. Hey, evaluatie heb ik al te pakken. En de Klink, Sunkern, een Beltoy en een reverse. De Seed. En oeh, Fione. Die hadden we nog niet gezien. We hebben na deze pack nog 2 packs, inclusief de God Pack. Dus ja, ik wilde nog 2 hits hebben. En die heb ik eigenlijk nog niet gehad. Dus in de aankomende packs moet ik dus daadwerkelijk wel even met zo'n hitje komen. En dat mag nu wel een keertje gebeuren. Namelijk Noivern. Die is wel nieuw, maar geen hit. Dat vind ik nou jammer. Kom op nou. Toracat. Kom op. Dragonair. Geen man is Dragonite V. Oh nee, wacht. Die was in de vorige set. Fennekin. We hebben een Sandel. We hebben een hit. Passimane. Ja hoor. Weer een character rare erbij. En daarachter hebben we nog een hit. Nee, we hebben Klingling. Maar dan hebben we natuurlijk nog altijd als laatste pack de Gold Pack. Gaat dit de laatste hit zijn die we nodig hadden? Dat weet helemaal niemand. Behalve de goden boven ons. Arceus is watching upon us. Gaan we nog iets spoelen? Ik hoop het wel. We gaan het zien. Dames en heren, meisjes. De allerlaatste pack. Raichu. Ik wist niet dat die erin zou zitten. Maar er is een nieuwe. En dat vind ik nice. In de gold pack natuurlijk. Hoe krijg je het ook voor elkaar om nu nog een nieuwe common card tegen te komen? Dat is echt insane. Als allerlaatste pack. Vergeet trouwens niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je meer Pokémon pack video's wilt zien. Nogmaals, Flashcards, bedankt voor alle kaarten die jullie mij hebben gegeven. Hun linkje staat in de beschrijving van deze video. Een Noivern Reverse, als allerlaatste kaart. Damn it!